assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lieve broertjes en zusjes, we zijn weer terug. Alhamdulillah. Jullie hebben heel veel video's gekeken, hopelijk over het gebed, de wudoo' en allerlei soorten aanbiddingen. Vandaag gaan we het over een heel belangrijk onderdeel hebben van ons geloof. Ja, want ons geloof bestaat uit aanbiddingen zoals het gebed, het vasten, het hajj el Zakaat, maar een heel belangrijk onderdeel van ons geloof en daarmee wordt ons geloof ook compleet is goed gedrag. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei: "Degene wiens geloof het meest vervolmaakt is" Compleet is is degene met het beste gedrag. En omdat goed gedrag zo belangrijk is, zal het heel zwaar wegen op de weegschaal, op el mizan, Ja, en de Profeet sallallahu alaihi wasallam die zei: degene van wie ik het meeste hou. Ja, als ik jullie vraag: houden jullie van de Profeet? Dan zeggen jullie allemaal natuurlijk ja, willen jullie dicht bij de profeet sallallahu alayhi wa zijn in el-Jannah? Dan zeggen jullie allemaal, ja, de profeet zegt, degene van wie ik het meeste hou en die heel dicht tot mij zal zijn, dat is degene, wie zal dat zijn? Degene met het beste gedrag, mashallah. Ja, goed gedrag is dat je bijvoorbeeld glimlacht, dat je een glimlach op je gezicht hebt. Goed gedrag is bijvoorbeeld het helpen van andere mensen. Goed gedrag is dat je vrijgevig bent, dat je niet alleen aan jezelf denkt. Dat is ook goed gedrag. En goed gedrag zorgt ervoor dat je een hele hoge niveau bereikt. Ja, de profeet sallallahu alayhi zei: "Iemand bereikt met zijn goede gedrag het niveau van iemand die in het gebed staat en die aan het vasten is. Zo belangrijk is goed gedrag dus. En daarom zei onze profeet Sallallahu alayhi wasallam. Goedheid is goed gedrag. MashaAllah. De profeet Sallallahu zegt dus eigenlijk: van alle goedheden die er zijn, is goed gedrag een heel belangrijk onderdeel. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: nasa bi khuluqin hasan. Dat betekent: Toon goed gedrag tegenover de mensen. Tegenover je ouders, je familieleden, je buren en de mensen in het algemeen. Toen Aisha, de vrouw van de profeet sallallahu alayhi wasallam, gevraagd werd: Omschrijf ons de profeet sallallahu alayhi wasallam, Hoe was hij? Toen zij zei zij met heel weinig woorden, Zijn gedrag was de Koran, een soort weerspiegeling van de Koran. Dus alle goede gedragingen die je in de Koran vindt, die zou je bij de profeet terugvinden. Een soort wandelende, lopende Koran. Mooi is het als jij je weet te gedragen naar hetgeen wat in de Koran staat. Dat is natuurlijk het allermooiste. En ook vinden we in de Koran dat we lief moeten zijn voor anderen en anderen moeten vergeven. En de profeet was lief en hij zou anderen vergeven. Ook wanneer gemeen werd gedaan tegen de profeet. Alayhi een keer vertelt Enes dat de profeet een mooie kledingstuk had met een mooie dikke kraag. Toen kwam een Bedouin, dat is iemand die op het platteland woont, die. Trok aan het kledingstuk van de profeet Sallallahu. Hij deed dat zo hard dat er een rode plek op de nek van de profeet verscheen. Zo hard had hij getrokken. Dat mag natuurlijk helemaal niet. Dat is geen goed gedrag, dat hoort niet. Dus als iemand iets doet wat jij niet leuk vindt, kun je zeggen. wil je daarmee stoppen. Dat vind ik niet leuk. En de profeet sallallahu alayhi wasallam keek de man met een glimlach aan en zei: "Wat is er aan de hand?" De man zei: "Ja, geef mij wat geschenken van alles wat jullie hebben." Hij wou giften hebben en de profeet sallallahu alayhi wasallam zei toen: "Geef hem waar hij om vraagt." En het was opgelost. De profeet sallallahu alayhi wasallam zou zich altijd geduldig opstellen. Het is dus mooi om sabber te hebben. Maar het is ook belangrijk om je grens aan te geven als iemand iets doet wat jij niet leuk vindt of prettig vindt. De Profeet Sallallahu Alaihi vond goed gedrag zo belangrijk dat hij een hele mooie du'a deed. En die ons ook geleerd heeft. Hij zei namelijk: Allahu kama de khalqi, O Allah, zoals u mij. Uiterlijk mooi heeft gemaakt, dus ik heb een heel mooi uiterlijk van de buitenkant prachtig. Fahassin holokie, maak ook mijn gedrag heel mooi, verfraai mijn gedrag. Dus gebruik deze duha vaak, zodat je inshallah een mooi gedrag zult hebben en zult tonen. Tot de volgende keer inshallah. Assalamu alaikum.